Nieuwe bossen planten in de woestijn in Afrika om de droogte tegen te gaan. Dat is het doel van Art4Air. Kinderen van acht verschillende scholen nemen deel aan de actie en maken kunst om geld in te zamelen. Op Regina Pasen in Hoven hebben de kinderen heel bewust gewerkt. Ik heb een soort van atomium gemaakt, maar de bollen zijn dan wereldbollen geworden. Omdat ik vind dat dat de natuur sterker is dan de, alle, al de machines die de bomen omhakken en zo. Dus daarom staat er zo een plag van bovenop met een bloem erop. Het gaat dan wel om bossen aanplanten, maar de creativiteit van kinderen gaat verder. Zo zijn er robotkunstwerken, gazellenkoppen en zelfs een kunstwerk dat de verschillen tussen Afrika en ons land laat zien. Op basisschool sint Jozef in Kontig zijn de kinderen met fotografie aan de slag gegaan. We zijn in een donkere kamer gegaan met een fototoestel dat tien seconden trekt. En um, in die tien seconden moest je voor de camera met twee zaklampen een hele mooie boom vormen en dan tot de flits afgaat moest je blijven staan en um, dan heb je in die tien seconden een hele mooie boom gevormd. Vooral kinderen van lagere scholen doen mee aan Art for Air, maar op deze school willen ook de kleuters hun steentje bijdragen om geld in te zamelen. En daarmee kunnen wij bomen planten in Afrika, zodat de aarde beter wordt.